Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland, Gemeente Alkmaar en Le Champignon. Ik zie bij u bent voorgebruind. Ja, ik ben op vakantie geweest. Maar u niet? Ik ben hartstikke wit. Oeh, uitkijken hoor. Welkom bij NH Leeft. Welkom op dag 2 van ons verslag van de Plus Wandelvierdaagse. We staan aan het strand. Strand van Luna bij Heerhugowaard. Kijk eens, het volk loopt binnen. Het is een prachtige dag. Kijk, hier zie je. Daar lopen ze allemaal langs, het hele strand langs. Alle deelnemers van de verschillende afstanden die er zijn. Van de wandelvierdaagse. Mensen een beetje aan het uitpuffen. Gaat het allemaal een beetje? Ja. Goed. Lekker mooi weer, hè? Het is prachtig. Heerlijk. Zonnepetje. Smeert u wel een beetje? Nee, want ik zie bij u bent voorgebruind. Ja, ik ben op vakantie geweest. Maar u niet? Ik niet. Ik ben hartstikke wit. Oeh, uitkijken hoor. Is echt wel. Heerlijk. Kijk, het is zo'n mooie dag. Een prachtige route. Is het een route die onder andere voert langs de Boekenveiling. Hallo, goeiedag. Goeiedag. Maar de West-Friese Omringdijk zit er ook bij. Ouddorpenpolder, afhankelijk van de afstand die je loopt. Wil je de groeten doen? Ja, hier. Ga er even een paar. Ilja? Kijk, er wil er eentje graag gefilmd worden. Dag mensen. Hallo. Lekker aan de wandel. Gaat het goed? Ja, smeert u ook een beetje in? Niet verbranden hoor. Nee hoor, maar het komt helemaal goed. Ja hoor. Wat heb je nou op je hoofd? Bijtjes. Jullie zijn bijtjes? Ja, we zijn de bezige bijtjes. De bezige bijtjes. Waar komen jullie vandaan? Alkmaar. Uit Alkmaar. Ja, thuiswedstrijd. Heerlijk. 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 Je kent de plek, je weet precies hoe vaak heb je al meegedaan? Voor de 6e jaar dit jaar. En gaat het goed? Schoenen? Ja, ja? Goed getraind? Ja. Nee, niet getraind, maar het gaat nog goed. Ah, okay. Nou, geniet ervan, hè? Ja, prachtige dag. Fijne dag. Even op zoek naar René Wit van Le Champignon. Pardon. Stuk druk. Ja, daar is hij. René? Oh, uw kaart. U verliest de route, dan verdwaal je. Dat moeten we niet hebben. De stempelkaart, we staan bij de stempelpost. René, hallo. Hoi. Van de Champignon. Hoe gaat het? Ja, het gaat hartstikke goed. Prachtige dag, hè? Ja, we hebben mooi weer. Ja, we hadden het gisteren misschien al een beetje voorspeld voor vandaag. De weersverwachtingen waren natuurlijk een beetje onrustig vorige week, voor deze week. Maar het is fantastisch, ja. Je kunt niet dat lange lint van lopers. Allemaal mensen. Lekker, hè? Fantastisch. Kijk, als mensen genieten ervan. Ik kan me voorstellen op een dag als vandaag, smeren. Je hoeft niet van onderkoeling hoef je niet te vrezen. Nee. Maar door dat briesje heb je niet in de gaten dat je zomaar verbrandt. Dat klopt. Vanmorgen hebben we ook bij de start dat nog wat extra aandacht gegeven. Om toch een beetje op te letten dat mensen op tijd zonnebrand gebruiken. En ja. Dat wordt gedaan ook. Dus ja, gaat goed zo. Is iedereen er weer bij? Er waren gisteren 18 uitvallers. Dus dat zijn er slechts 18. Dus dat valt eigenlijk hartstikke goed mee. Dus bijna iedereen is er gewoon weer vandaag. Zijn het dan mensen die over een stoeprandje struikelen? Of een enkel verzwikken? Of blaren? Of... In zijn algemeenheid zijn het dan mensen die dan vooraf eigenlijk al weten dat ze misschien met een blessure of een klein pijntje misschien beter niet hadden kunnen starten, maar toch van start gaan. En dat zijn ook de mensen die dan er nu niet meer bij zijn, zeg maar. Oh. Dus nou, dat is jammer, maar we gaan het met heel veel andere mensen vandaag een mooie dag maken. Als het een eitje was, deed iedereen het wel. Daarom, het blijft de vierdaagse. Dankjewel, man. Okay. Hartstikke leuk. Geen dank. Ja, tot morgen in ieder geval. Dan spreken we elkaar weer. Nou, het is dus de tweede dag. Altijd een beetje een spannende dag voor mensen. Hoe zijn ze de eerste dag doorgekomen? En collega Tom Juliaans die was vanochtend de camping om te zien hoe mensen hun slaapzakje uitkomen. Goedemorgen. Goedemorgen. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Dag 2 van de Plus Wandelvierdaagse en veel wandelaars die verblijven hier op Camping Alkmaar. Ja, en de vraag is natuurlijk, hoe zijn ze hersteld van die dag gisteren? Een beetje lekkere benen nog? Heerlijke benen, goed geslapen, we gaan er weer voor. Dag 2. Goedemorgen meneer. Vandaag weer aan de wandel. Ja. Ja. Ja, 20 kilometer. Een beetje lekker geslapen, hoe is het met de beentjes? Nou, eigenlijk weinig last van. Beetje bovenbenen, spiertjes. Mevrouw, moet u niet mee wandelen?
Nee, ik mag niet wandelen, want ik heb mijn benen gebroken in februari. Ja. En moet dus nu weer leren lopen. En hoe vervelend is het dan dat uw man wel aan de wandel gaat? Nou, emotioneel. Ja? Ik heb gisteren staan huilen bij de start van hem. Dan wil ik mee en zo, maar dat kan niet natuurlijk. Hè. Gaat u hem nog wel vandaag aanmoedigen? Ja, elke dag. Good morning. Good morning to you. Ja, het is een heel hok vol, hè? Ja, ja. Heerlijk, gezellig. Allemaal zussen, toch? Allemaal zussen. Waarvan ik de jongste. Nee, de oudste. Oudste. Is het gezellig om samen met elkaar ja. te wandelen? Ja, heel leuk. Heel leuk. Want weet je, je ziet elkaar niet zoveel. Je hebt allemaal je eigen gezin en je drukte. En dit één keer in het jaar, dan wordt er heel wat afgekrepeld. Nou, voor de sommige lopers zijn we hier nu op het 10 kilometer punt. Stempelen. Jullie doen hoeveel? Wij doen de 15 kilometer. Dus jij ongeveer op de helft nu? Ik hoop het aan de ene kant wel. Nee hoor, het is hartstikke leuk. Dus we zitten hier ook heerlijk. We gaan zien er prachtig uit. Mooie hoeden gemaakt. Ja, het is het jubileum van de Pluswandelvierdaagse. De tiende keer. Hierna gaan we naar de Broekenveiling, hè? Ja, klopt. Ja, jullie kennen de route goed waarschijnlijk? Ja, wij lopen hem niet voor de tiende keer. Volgens mij voor de zevende keer. Ja. Dus we kennen de route op ons duimpje, bij wijze van spreken. Nou. Ja. Op naar de Broekenveiling. Een heerlijk rustpuntje bij de Broekenveiling, Broek op Langendijk. Nou, die veiling gaan we straks, want we zijn nu bij de Van Arkelschool, waar gemusiceerd wordt. Dank jullie wel. Heerlijk. Kijk, wandelaars komen hier weer binnen. Een nieuwe rustplek. En een hele bijzondere rustplek van de leerlingen van deze school. Groep 8. Die zijn al een hele week aan het bakken en aan het snijden en aan het weet ik voor wat allemaal aan het doen. En dat weten ze hier, wat de lekkerste vinden is. Hallo allemaal, dag allemaal. Iedereen staat in de rij. Wat zeg je? We gaan allemaal lekker aan de tomatensoep vandaag. Ja? Ja, heerlijk. Maar ik heb ook gebak gezien. Is dat zo? Ja, maar wij hebben al appeltaart op. Nou, dan hebben ze hier ook appeltaart. Ja, maar ik heb het houdt een keertje op met al die taarten. We gaan nu voor de soep. Gaat het goed? Ja, gaat super. Ja, heerlijk weer, hè, vandaag. Ja, super weer. Ja, heel mooi. Ja. Zijn het mensen een beetje gewend, hè? De tiende keer, hè? De tiende keer dat jullie meedoen. Ja. Kijk eens. Oh, jullie ja, hebben een speciaal... Ja, ooit gelopen. Voorkondig. Kijk, van op de 25 tot de 40, dus ja. Ja, goed zeg. En vandaag, hoeveel gaan jullie vandaag? Nu 25. 25. Ja. Nou, heerlijk, loop ze. Geniet ervan. Gaat lukken. Dank je wel voor jullie support. Ja, graag gedaan. Nou. Natuurlijk heel bijzonder, de tiende keer dat de Plus Wandelvierdaagse wordt gehouden. En daarom besteden we ook, zoals in deze dames, deze week uitzending, extra aandacht aan de lopers die al voor de tiende keer meedoen. Waarom al 10 keer? Nou, dat vragen wij ons iedere jaar af. Maar de eerste keer vonden we het heel leuk, omdat in de buurt. En ik laten we het ook eens een keer proberen. Nou, het lukte. De eerste keer liepen we de 30 kilometer. Toen was het de hele dag regen. En we liepen nou, iets van bij de AZ vandaan, nou, waar tot ons hemd al toen had. Leuk vinden is in de strand eigenlijk. Hè? Ja. Als je daar voorbij die strand en dan iedereen zit te dansen bij die andere volgende feestje, dan zeg ik altijd. En nu zeggen wij weer, nou dan komen weer de molen, die appelgebak met koffie. Het ziet er heerlijk uit. Hebben jullie het allemaal gebakken? Ja. Wat heb jij gebakken? Staat er niet bij? Cupcakes daar. Ja? Cupcakes. Die cupcakes. Wat kosten de cupcakes? Een euro. Mag ik 5 cupcakes? Ja? Wie geef ik het geld? Dat is belangrijk, hè? Jij bent de bankier van het setje. De penningmeester. Ja. Maar het is voor een goed doel, toch? Ja, voor de voedselbank van Langendijk. Kijk eens, hier een cupcake. Dionne, cupcake. Hier, kijk. Van de productie ook een cupcake. Ja. Ook een cupcake. Ik ook een cupcake. Ik hou jouw cupcake wel even vast. Dan hebben we nog een bonus cupcake. Kun je deze op die zo doen? En de, ja, ja. Nou, dan zijn we goed. Het goede doel, wat was dat ook alweer, zei je? De voedselbank, hè? Ja, voedselbank Langendijk. En dat doen jullie altijd voor de vierdaagse lopers hier op school lekkere dingen maken? Ja, elk jaar. Zelf lopen, wat denk je? Misschien.
De avondvierdaagse is lang genoeg. Ja. Wat leuk dat jullie dat doen. En dat brengen jullie natuurlijk. Hoeveel geld levert dat op? Weet ik niet. Heel veel geld in ieder geval. Ja, nou, daar profiteren heel veel mensen van. Goed dat jullie dat doen, zeg. En heel fijn voor de wandelaars. Die kunnen wel wat gebruiken. Ik ga straks proberen. Ja. Dank jullie wel. Het is gewoon een continu bedrijf, hè? Opscheppen, uitdelen. En wegwezen. Ja. En wegwezen, incasseer. Wat heeft u, de tomatensoep? Ja, moest ruiken hoe lekker. Ja, maar ik heb een cupcake. Oké, nou eet smakelijk. Hè? Gaat het goed? Bent u lekker aan het wandelen? Nou, het is fantastisch. Mooi weer, hè? Wat hier zo leuk van is, die kinderen die vangen je daar al op. Ja. Die promoten het om hier te komen. En ze doen het zo fantastisch goed. Het is helemaal leuk. Nou, compliment voor de Van Arkel School. Ja. Nou, ja? Dat lift u weer op, ook voor die laatste kilometers. Hoeveel moet u nog? Nou, nog 10 denk ik. Nee, ik weet niet eens. Dus hier 15 en we lopen de 25. Dus nee nou, hoor. Nou, komen we elkaar straks weer tegen bij de veiling. Weer, dus we gaan er helemaal voor. Geniet ervan, dames. Voorzichtig een trappetje af. Gaat het? Ja. Je zal een klappertje maken net. Ja. Nou, ze me niet vallen, hè? Dat doen we niet. Voorzichtig gaan. Gaat het goed? Ja, prima. Ja? Super weer. Het is een heerlijke dag, ja, hè? Ja, echt wel. Hoeveel kilometer doet u? 15. 15? Ja, meer is genoeg. Zit er bijna op, toch, denk? Ja, nog 7. Oh, nog 7. Nou, de helft. We zijn op de boekenveilingen aanbeland. Ik ga even naar binnen, want er wordt hier... Leuk, hè? Dan gaat hij zo direct een veiling beginnen, heb ik begrepen. Ja. Wat zegt u? Mijn vader was veilingmeester. Dus uw vader was veilingmeester? Ja. Oh, maar dat weet u wel. Maar hier, hè? Nee, waar? In Oudenbos. Oudenbos. Maar die tussen Breda en Roosendaal. Ah, kijk, dat is... Ja, en daar gaat u hopelijk weer naartoe ook. Terug, ja. Cheers. Maar... Niet dat ik u daar naartoe wens, hoor. Nee, maar het is goed. Dag, hè? De veilingmeester. Dat ben u? Dat ben ik. Moet even omdraaien. We staan verschillend in de weg. Sorry. Hallo. Dag mevrouw de veilingmeester. Hallo, ik ben Bianca. Ziet u er prachtig uit. Dank Dit is een wel. Klederdracht die hoort bij... West-Friesland. Dit is West-Fries kostuum. En dit was eigenlijk een beetje de dracht wat werd gedragen in omstreeks 1900. Prachtig. En dan was dit voor het werkende volk. Ja, uw charmante assistente staat er ook naast. Ja, mevrouw? Precies. Prachtig. Jullie gaan veilen. Wat gaan jullie veilen? Nou, vooral pleisters, zonnebrandcrème, een handdoek voor onderweg, limonade. Ja, en natuurlijk wat fruit voor de vitamine. Ik zag je daar al liggen, moet je kijken. Ja, ja, allemaal handen. We steken even door. U moet beginnen, hè, met de veiling. Kijk nou weer. Elke dag voor route met een nieuw begin. Dol op die man, dol op die man. We zijn zo dol op de wandeling. Dus. Nou, het is gezellig. Hallo. Kijk, hier staan spulletjes die geveild gaan worden. Zie je? Allemaal handige dingen voor onderweg. We gaan beginnen met de veiling. Kijk, het gaat begonnen worden met de veiling. We kijken een beetje mee. Ga uw gang hoor, neem uw veilingplek in. Hallo. Goedendag. Tuinderblokker. U ziet er prachtig uit. Ja, dank u wel. Werkkleding? Werkkleding, ja, ook voor de veilingen. Ja, heel erg mooi. Ja. Kijk, we zitten mensen klaar ja. voor de veiling. Hallo. Waar gaat u op bieden? Waar heeft u uw zin op gezet? Ja, een bakje aardbeien lijkt me wel erg leuk. Ja. Lekker toch, met dit weer? Zonneklep zie ik liggen. Ja, die wil ik hebben, zonneklep. Portemonnee bij de hand. Hoppakee. Goed hoor. Kom, we gaan weer even buiten kijken. Naar de wandelaars die voorbij komen. Nee, dan gaat hij net weg, meneer Roes. Wat zegt u? Hallo, dan gaat hij net weg, meneer Roes. Oh. Dat is jammer hoor. Ik heb vanavond niet naar je kijken. Oh, nou, lekker aan het wandelen. Ja, ja. Gaat hij goed? Heel goed. Ja, u ziet er blij uit. Ja, denk ik ook. Dag hè. Okay. Hoi. Kijk. Het gaat maar door. Het gaat maar door. Hallo. Goeiedag. Goed beschermd tegen de zon? Ja. Oppassen hè. Ja, dat is inderdaad, want het is prachtig weer. Pas op dat afstapje hoor. Ik zit u af te leiden terwijl ik kijk goed naar beneden. Het zal wat wezen. Dan bent u met mij aan het praten, dan verzwik je je enkel en dan valt het helemaal in duigen. Dat doen we niet. Wat wilt u weten? Nou, gewoon heerlijk. Ik ben lekker aan het wandelen. Heerlijk. Het is prachtig weer. Gezellige sfeer. Aardige mensen. En leuk om alles te zien. Heerlijk. De plus wandelvierdaagse ter voeten uit. Helemaal. En je komt op plekjes
waar je nooit bent geweest, terwijl je al 22 jaar hier in de omgeving woont. Ga je na. Heeft u dat gehoord? En we laten het u zien bij NH Leeft. Morgen weer een wandelvierdaagse journaal. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland, Gemeente Alkmaar en Le Champignon.